Dan mevrouw Sophia Atjak-Hibbert. Dank u wel, voorzitter. Ik heb eerst een kleine impressie over onze stichting. Ik ben Sophia Atjak van Stichting Congade. Ik heb een kleine impressie voor de mensen gemaakt om een beetje te zien wat wij allemaal de afgelopen 9 jaar gedaan hebben. Onze stichting is ontstaan uit een bewonersinitiatief in de wijk Nieuwgrunder. Van Weilen, mevrouw Vogelaar, die net is overleden. We hebben met haar aan tafel gezeten en we hebben samen een plan gemaakt en onze buurt op de kaart gezet. Dit is wat wij de afgelopen tijd gedaan hebben, dus aan zichtbare resultaten die wij geboekt hebben. De stichting is ook daarvoor zeg maar bekroond. We hebben oorkonden van verdiensten ontvangen. U kunt het allemaal zien en ik zal het voor u ook opsturen. Onze doelen. Wij zijn er voor kwetsbare vrouwen in de maatschappij. En we zijn niet zo gericht op vrouwen die echt aan het werk moeten. Onze doelgroep is 55-plusser. En die vindt geen baan meer. Dat weten we allemaal. Maar wat voor ons belangrijk is, is dat ze geactiveerd worden om deel te nemen aan de maatschappij. En we hebben daar duidelijke bewijzen van. Vrouwen zijn overal aan het werk. Vrouwen werken vanuit huis. Wij zorgen ervoor dat ze de juiste papieren hebben. Dat ze uit die zwarte circuit gaan. We hebben ook goed nieuws. We hebben net de beschikking van de Centrale Stad gekregen dat we 15 tot 20 vrouwen kunnen helpen aan een horeca diploma binnen nu en een half jaar. En dat gaan we met succes doen. Dat zijn de dingen die wij, al de activiteiten die wij zeg maar de afgelopen tijd gedaan hebben en die we nog blijven doen. Dit zijn vrouwen, u ziet het, vrouwen van verschillende etnische achtergronden. Ik ben zelf Surinaams, maar bij mij en onze stichting zijn alle vrouwen welkom. Van alle nationaliteiten, want dan bereik je gewoon veel meer. En, en waarom ik hier zit, dit was dan dus, zeg maar, de impressie van onze stichting. Keer op keer gebeurt het weer dat wij dus, zeg maar, zien dat onze projecten getorpedeerd worden. Onze goedlopende projecten, wij hebben de kennis. Ik heb ook de opleiding gehad, dus wij hebben de kennis en we hebben mensen met wie we samenwerken. We schuwen nooit de samenwerking, integendeel. Het is ook bewezen dat we met grote organisaties samenwerken. En telkens stuiten we er weer tegenaan dat wanneer we een goed lopend project hebben, dan wordt die getorpedeerd. Want dan wordt er gezegd, ja, er is geen geld meer om het voor te zetten. Je kan niet 7 maanden lang met 25 vrouwen aan tafel zitten met allerlei problematiek en ze op de rails helpen, zichtbaar. En ineens kan je niet verder. Neem zijn feestjes, is het hier in Zuidoost. En dat wil ik zou graag willen als mijn zegt dat het stopt. Dus onze boodschap is dat, ondanks het torpederen, wij zullen nooit capituleren. In de G-buurt zijn we al heel actief bezig. Stichting Congade komt uit de G-buurt en is ontstaan in de G-buurt. Dus wij eisen ook dat wanneer er dingen in de G-buurt gebeuren, dat we betrokken worden. Want wij hebben de kennis, we hebben alles in huis om het uit te voeren. En we werken gewoon met hele goede professionals samen. Dus net wat ik al zei, onze doelgroep zijn 55-60-plussers. Dat zijn geen mensen, want ik hoorde een ambtenaar zeggen, hoeveel mensen heb je aan het werk geholpen? Nee, ze zijn niet aan het werk, maar ze zijn actief. Er zijn hier vrouwen die vorige maand op het toneel stonden, in Carré, voor 1500 mensen hebben ze kunnen spreken. Dat komt ook vanuit Stichting Congade, vanwege de goede samenwerking met Stichting Zina, die hier de wijk Safari Bijlmer heeft gedaan. Samenwerken, daar gaat het om. Dus wat wij vragen aan het bestuur en alle mensen die hier betrokken zijn, wij willen in gesprek gaan met jullie en we willen graag ons werk voortzetten. Want telkens, en het is een paar keer al gebeurd, 5 jaar geleden exact hetzelfde, alleen we hebben laten zien, we blijven bestaan. Want we hebben een enorm netwerk en we onderhouden ons netwerk ook heel goed. We werken graag samen met andere organisaties. Dus wat wij vragen aan de mensen die hier zitten, de mensen die het beleid maken, luister naar ons, want wij hebben de kennis. Neem ons mee. Vraag geen andere organisaties, wij kunnen het ook. En de G-buurt is onze wijk. Dat was het. Dank u wel voor uw aandacht. Oké, sorry. Hoe doe ik dat? Oh, hier. Ik wil even aan de bestuurscommissieleden vragen als ze vragen naar de mevrouw Atjak hebben. Nou, welkom Sophia, want ik volg je ook op de Facebook. Doet heel goed werk. Mijn vraag is, bent u meegenomen met het buurtplatform G-buurt die onlangs gelanceerd is? Het is dat ik daar aan deelgenomen ben bij een bijna
geweest. Microfoon, alsjeblieft. Ik ben bij de meeste vergaderingen geweest. Ik heb zelf een interview gedaan. Ik heb wat tips en tops gegeven over de G-buurt. Want ik ken de G-buurt echt goed. Daar ben ik echt begonnen. En het grap, en nu zie ik zie mails voorbij gaan, zoveel budget is er beschikbaar gesteld. En ik wil mijn project, wat ik al 7 maanden heb lopen in No Limit, voortzetten. En dat kan niet, er is geen geld voor, wordt er gezegd. Dan denk ik, ja mensen, waar hebben we het over? En wij hebben dus, we hebben de hele zomer stonden wij op RTV Noord-Holland met ons project, Stichting Hogada, het werk wat we doen. En we worden dus hier niet serieus genomen. Hoeveel zichtbare resultaten wil je nog meer zien? Dat vrouwen echt deelnemen. Er zijn mensen die thuis zitten, die zeg maar depressief zijn. En zodra ze weer aan het werk kunnen. Het zijn simpele dingen. Patricia zit hier, die helpt elke 2 keer in de week helpt ze in het buurthuis Anansi. Ze helpt de kok daar, ze bedient de mensen. Maar ze is eruit, daar gaat het om. Ze kan niet meer aan het werk, want ze is een 60-plusser. Maar ze is actief aan het deelnemen aan de maatschappij. En daar gaat het om. Dat is onze doelgroep. Sandra. Mevrouw Sofia Tjak, ik ken u ook heel lang. Vaak ben u langs geweest. Ik ga maar 1 ding zeggen over datgene wat u gezegd heeft. En wat me gegrepen heeft, is wat u zegt, is van... Als er iets in de G-buurt gebeurt, dan kan men niet buiten u om. Andere expertise. En bovendien, als het gaat om inderdaad buurtbudgetten waar mijn collega Leila het over heeft... dan bent u ook iemand van de buurt. Dus ik ga dit grondig laten onderzoeken... waarom u er niet bij hoort. Ja, want het ontwerp loopt al. Dus nou, mevrouw Atjak, u kan op mij vertrouwen dat ik het grondig heel ga graag laten onderzoeken. Nou, dan ben ik al tevreden. Dank u wel. Dank u wel voor uw inspraak en succes verder. Dank u wel.